Wat begon als een plan om het balkon wat op te fleuren, groeide al snel uit tot een groot sociaal project. Aannemer Boerboom heeft samen met de bewoners van Plurijn hard gewerkt om een fijne buitenruimte te creëren. Op Goede Vrijdag werd er volop gepoetst, geschilderd en ingericht. We zijn vandaag ontzettend blij met de komst van Boerboom. Boerboom is de afgelopen maanden al druk in de weer geweest om mooie dingen te maken voor ons balkon. De cliënten van Kemna de Zeven die wilden heel graag hun balkon opknappen. En nou, we hebben wel vaker bedrijven die ons een dagje willen komen helpen en de handen uit de mouw willen komen steken. Maar Boerboom maakt er vandaag wel echt een heel groot feest van. Samen met de bewoners van Plurijn wordt het balkon schoongemaakt en geschilderd, zodat de nieuwe meubels en plantenbakken vol met diverse bloeiers geplaatst kunnen worden. Dat is vanuit ons gekomen omdat wij kregen vaak telefoontjes van wil je ons sponsoren voor een project. En vaak vanuit Boerboom doen we dat ook wel. Alleen toen we daarmee zaten te brainstormen over de sponsoring dachten van ja, kunnen we niet iets meer doen dan alleen geld overmaken. Toevallig was het zo dat het dichtbij was bij NL Doedag en er stond hier iets open voor het opmaken van het balkon. En dat was in eerste instantie alleen een bank die opnieuw gedaan moest worden. En toen werd die bank zullen we daar een hoekbank voor maken van 8 personen? Nou, dat is leuk. En wat vinden jullie van de planten? Ja, van een nieuwe plantenbak. En waarom maken we niet alle meubels zelf? Dus daar kwam een steigerhouten hoekbank uit. Toen kwamen plantenbakken uit. Toen kwam een ontbijttafeltje uit met barkrukken. Nou, daar moeten planten in. Toen werd er geschilderd. En dan langzaamaan groeide dat tot meer dan alleen een bank. En meer dan alleen, we gaan erheen, we gooien die bank neer en dan is het klaar. Tot echt wat iets wat we samen gaan doen, wat nu met de bewoners wordt gedaan. Dus daar zijn nu vakmensen van Boerboom aan de slag, samen met de bewoners van Plurijn. Boerboom hoopt dat dit soort vrijwilligerswerk meer erkenning krijgt en anderen inspireert om hetzelfde te doen. In plaats van dat je geld overmaakt, dus dat alleen het sponsoren qua geld, dat je kijkt wat kan je meer doen dan alleen dat. Zoals in dit geval hebben we dan vakmensen die hier staan en die gaan echt meedenken van maar wat voor een hoekbank wil je dan? Van welk materiaal? Hoe lang moet dat dan zijn? En als andere aannemers, als andere bedrijven ook zo naar zulke projecten kunnen kijken, dat lijkt me heel erg leuk. Dat je kan zeggen van nou, we kunnen meer doen dan dat. Want je hebt nu echt in plaats van een commercieel project, heb je echt een maatschappelijk project. We gaan een super mooie zomer tegemoet met dit mooie balkon. Want er is en een plek om lekker te loungen op de ontbijthoek. Hè. Daar kan en lekker ontbeten worden. Maar daar kun je ook gewoon gezellig 's avonds in de late uurtjes nog een spelletje samen doen. Dus het wordt echt een ontzettend fijn balkon om in de zomer buiten van te gaan genieten.